Dag. Goedemiddag. We zitten in de Lamar in de kleedkamer. En wij gaan kijken naar vanmiddag. Een presentatie voor de uitmarkt van Falsetto's. Iedereen haat zijn ouders, dat is normaal. Op een dag denk je, hé, dat is hun doel. En je bent de koe mee, dat is zo gek aan ouders. Opeens wordt die haat houden van. U ziet, hier in het theater worden de coronaregels echt heel, heel bijzonder strikt gevolgd. Wij zijn daar heel blij mee dat dat gebeurt. Op het toneel doen wij dat ook. Dus ik kan u garanderen, naar het theater gaan is op dit moment veiliger dan naar de supermarkt gaan. En mijn naam is Koen van Dijk, ik ben de regisseur van Falsetto's en ik ga een kleine inleiding geven op wat u vanmiddag gaat horen. En je bent de koe mee, dat is zo gek aan ouders. Opeens wordt die haat houden van. Ja, iedereen haat zijn ouders, dat gaat voorbij, je groeit op. Wat een joke, kijk terug, en die haat jou ook. Iedereen haat zijn ouders, dat is oké. Je wordt oud, je wordt oud. Kijk terug, kijk terug, het valt mee. Het speelt zich af in New York, begin jaren 80, en het verhaal draait om Marvin. Marvin is als homo uit de kast gekomen, maar hij wil zijn gezin niet kwijt. En dat betekent dat hij aan het begin van het verhaal onder één dak leeft, samen met zijn ex-vrouw, met zijn zoontje, 12-jarige zoon, en met zijn nieuwe vriend. Maar als dan ook nog de nieuwe vriend van zijn ex-vrouw erbij komt, dan wordt het wat ingewikkeld. En dat levert wat komisch pijnlijke verwikkelingen op. Dan, om de groep compleet te maken, zijn er nog twee lesbische buurvrouwen. En dat alles vormt samen een New Yorkse modern family. Een modern family, mensen die misschien niet officieel familie zijn, maar ervoor hebben gekozen om samen zo'n familie te vormen. En ze hebben heel veel steun aan elkaar. Het verhaal lijkt toe te gaan naar een feest. Het is namelijk deze Joodse familie viert dat de zoon, die nu nog 12 is, binnenkort 13 wordt. En dan wordt hij bar mitzwa. Dus binnen het Joodse geloof, dan vieren ze dat hij volwassen gaat worden. En dat feest dreigt niet door te gaan, omdat de nieuwe vriend van Marvin opeens ernstig ziek wordt. Het is begin jaren 80, New York. En hij heeft een vreemde ziekte onder de leden, waarvan op dit moment zelfs nog geen naam bekend is. En die alleen maar homomannen schijnen te treffen. Ik zie een trend, maar de trend heeft geen naam. Dit is vreemd en vreselijk, zeer besmettelijk, ongeneeslijk. Dit is een ramp, blijven we zwijgen. Dit virus krijgen mannen van een ander. Waarom steeds een vrijgezel? Alleen mannen, zij dus wel weinig tijd. Dit virus hier verspreidt zich snel. Goedemiddag. Hoi. De Lamar Theater. Ja. Lekker, hè, denk ik. Oh, zo fijn om er te zijn. Ja. Ja. Ook om op het podium weer te staan en daar gewoon even met een lamp op je smoel voor publiek iets te mogen brengen. Dat is zo fijn. Veel mensen gruwen ervan, maar jij vindt het heerlijk, denk ik. Nou, het is wel spannend, ja. Tuurlijk. Zeker nu we voor het eerst soort van een kijkje in zo'n soort pril stadium van de productie geven. Maar het is wel heel mooi en zeker in deze tijd. Ja. Falsetto's, kende jij het stuk? Vaag. Ik kende het eigenlijk te slecht, vond ik. Ja. Ja, ik kende de naam wel en ik had er wel eens iets van opgezocht, maar eigenlijk kende ik het niet heel goed, nee. Dus ik heb nu ook bewust, daar ben ik er wel wat van gaan opzoeken, maar geen opnames gaan kijken, omdat ik het ook wel interessant vind om dat van papier te ontwikkelen, zeg maar. Maar het materiaal is prachtig. Ja, daar val je in één keer mee in love. Mannen in drag, foto's in glossies, een flikker of fag, poseert met z'n ma, fashion meets passion, een gillen. Maar ik lees niets over de kilo.
wakker, nu geen bla bla. Dit is vreemd en vreselijk, zeer besmettelijk, ongenezelijk. Is er een kamp, een quarantaine? Ik blijf maar scannen, zoek een medestander. Waarom steeds een vrijgezel? Alleen mannen, zij dus wel weinig tijd. Dit virus hier verspreidt. Ik ben eerst de psychiater van Marvin, ja, en van zijn vrouw, van zijn ex-vrouw, en daarna van de zoon, maar ook de nieuwe man uiteindelijk. Aha. Van de ex-vrouw. Doe maar, complex. Het is bijzonder complex. Wie is die man? Wat is dat voor man, die psychiater? Ja, ik denk dat het in het stuk de grootste psychiatrische patiënt is eigenlijk. Hij is compleet verzenuwd, heeft ook nog nooit een relatie gehad, maar hij wordt hals over kop verliefd op zijn patiënten, wat niet kan. Hij is een beetje onhandig, ook met het kind, wat zijn stiefzoon wordt. Maar ik vind hem, als ik het lees en als ik het hoor, ik vind hem heel aandoenlijk eigenlijk wel. Ja. Want hij moet van alles weten over menselijk gedrag vanuit zijn vak. Maar hij is zelf zo'n sukkel op relationeel gebied. Ja, dat vind ik heel geestig. Je moet toch ooit sterven? Dood is niet mijn vriend. Maar ik heb het verdiend. Als straks het einde komt, tilt hij me zomaar op. Als straks het einde komt, laat hij me even zweven. Als straks het einde komt, vertelt hij nog een mop. Ik lach hard. Daarna wordt alles zwart. Kutzooi. Het leven wat ik kende was toch niet alleen maar mooi. Breek uit de kooi. Moet dit de ellende? Nooit gerookt, ook geen drugs. En dan toch de bad news. Wie doet dit? Wat een bende. Het is de scheur in het harnas. De treurnis, catharsis, de blues. Waar is nou mijn waardigheid? Bewaar je goed fatsoen. Wat kun je doen? Whizzer, dat is de jongere vriend van Marvin. Dus Marvin die komt uit de kast en die gaat met een jongere vent er vandoor eigenlijk. Nou, dat ben ik dan. Maar die trekt bij hun in. Dus het blijft dat wordt een aanvulling op de familie. En dat zorgt voor, tragicomische situaties. En wat ben jij voor persoon? Als de personage? Ja. Ja, ik vind hem, volgens mij is hij echt een stoeipoes. Whizzer is echt een stoeipoes die eigenlijk onverwachts echt een liefde van zijn leven vindt in Marvin. Terwijl die eigenlijk van mannetje hier, mannetje daar is. En hij is heel optimistisch. Het is een wat jongere, springen in het veld bijna, die geconfronteerd wordt wel met grote levenszaken. Omdat hij, ik ga niet veel verklappen. Maar nee. Het is mooi dat hij als personage ook heel erg opgroeit. Iedereen, het gaat natuurlijk heel erg over volwassen worden, het stuk. En elk personage heeft zijn eigen manier van volwassen worden. En zo heeft Whizzer dat ook. Ja. Dood, een vreemde gast met een vreemde methode. Hij slaat zijn armen om je heen en dan wordt alles vaag. Hij pakt je stevig beet, dan word je even opgeheven. Dan ben je niet meer bang, je wordt maar al te graag zijn bezit. Daarna wordt alles wit. Had ik de moed, dan regisseerde ik mijn dood. Grenzeloos groot, als een pijl uit de boog. Met het hoofd vier omhoog, ik ging heen zonder enig reserve. Met verve, je moet toch ooit sterven. Je moet toch ooit sterven, je moet toch ooit sterven. Ooit sterven, 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 sterven. Toen je dit hoorde dat dit stuk in Nederland toe kwam, wat dacht jij toen? Kende je het al? Ik kende het al wel. Want iemand had mij kennis laten maken met de muziek en zei, dit moet je horen, dit moet je horen. En ik was ook meteen om. En ik had niet meteen, toen ik hoorde dat dit kwam, dat ik dacht, dat is vast echt iets voor mij. En toen Koen mij gevraagd had om in dit stuk te gaan spelen, toen ben ik er nog eens aan gaan luisteren. Toen dacht ik, dit is wel echt iets voor mij. Ja. Want de muziek is waanzinnig.
De rol is heel erg leuk. En ik word de nieuwe man van Brigitte Heidse. Nou, Brigitte en ik hebben vaker samengewerkt. En ik kijk daar ongelooflijk naar uit. Ja. En William ken ik ook al langer. Maar dit wordt onze eerste samenwerking. Dus ik, ja, alles klopt eigenlijk wel. Ik wilde niet van je houden. Maar ik ontweek te verwijten het berouw. Geen verdriet, ik schaam me niet dat ik van jou ben gaan houden. Ik wilde niet van je houden, in mijn beroep is dat absoluut Nathan. Dat leidt tot een verbod, toch het begon. Van zijn vader. Wat ik niet heb, dat streef ik na. De familieband. Hier hoort u mij. Sta ons bij. Sta ons bij. Sta ons bij. Sta ons bij. Dan de muziek. Veel mensen kennen het niet, denk ik. Ja. Toen jij het hoorde. Ja, te gek. Omdat het zo net een beetje weird is, weet je wel. Dus je moet echt goed... er zit zoveel in. Het is niet muziek die je zeg maar, op de achtergrond bij je avondeten opzet als een soort borrelmuziek. Het is echt muziek die zo erg op zich al vertelt. Het is illustratief, het is rauw, het is heel veelkleurig, dus het gaat heel veel kanten op. Ja, het is gewoon super interessant materiaal. Zag ik mijn gezicht in jouw gezicht? Oog in oog, geen betoog, jij houdt van mij en haat me. Toen ik je zag op onze huwelijksdag, het was een complot. Ik ging kapot, we werden man en vrouw. Er kwam verdriet van, je ziet dan. Ik wilde niet, ik wilde niet. Ik gilde, wilde niet van je houden. Ik wilde niet van je houden. Je weet dat ik dat nooit wou.